dat je kijkt naar een nieuwe shoplog. Ik ben weer eens naar de Action geweest en ik kan u vertellen, de eerste kerstinkopen zijn gedaan. Ik vind dat het kan. Van mij mag het. Ik bedoel, het is november en normaal gesproken, ik wacht normaal gesproken wel iets langer. Maar ik dacht, ik hoef het natuurlijk nog niet per se op te hangen. Ik kan het ook alleen gewoon alvast in huis hebben. En het is wel een beetje zo, vooral bij de Action. Als je niet snel genoeg bent, dan zijn alle leuke dingen al weg. Het risico wil je niet lopen. Ik heb zoveel, het gaat er maar nergens over. Dus ik heb hier een hele zware tas vol. En heb ik hier ook nog allemaal losse dingen staan die gewoon te groot waren om in de tas te passen. Dus dan weet je ongeveer waar jullie je klaar voor moeten maken. Dus ik zou zeggen, pak even lekker een kopje thee. Ik ga erbij zitten en dan gaan we beginnen. Het eerste, ik heb momenteel echt een kaarsenverslaving. En toen zag ik deze en die vond ik zo leuk. En ik ben heel erg van het zwart-goud combineren. En toen dacht ik, ja, ze hadden deze ook in panterprint. Eventueel in de vlog die volgende week komt, zie je nog veel meer dingen. Want ik heb ook gevlogd terwijl ik in de Action liep. Maar dit, jongen. Deze moet er natuurlijk wel af, want dan vliegt hij de wonde fik. En dan heb je iets meer vuur dan je zelf had, willen hebben. Goed Nederlands. Hij ruikt, weet ik niet, flower staat erop. Hij ruikt in ieder geval wel. Ik kan niet wachten tot ik hem kan gebruiken. En het leuke van dit soort potjes vind ik ook dat als die leeg is, kun je er gewoon weer een kaarsje inzetten. En dan heb je gewoon hergebruik. Dan. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go. Hoe lekker is dit? En deze waren er in 3 kleuren. En ik heb ze bam, keihard in 3 kleuren. En la 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 la. En dit is een durfstrik. Zo noemt het zichzelf. Maar je kan het natuurlijk hangen waar je wil. Hij werkt op batterijen. En ik dacht, oké, 3 kleuren. Ik heb 3 plekken. Ik heb een voordeur. Ik heb een balkon aan de voorkant. En een balkon aan de achterkant. Dus ik kan overal er één hangen. En er staat ook op dat hij voor outdoor is. Ja, ik word hier blij van. Nou ja, dus die heb ik. In het goud. Met zilver. Het is zo fout. Maar met kerst mag dat gewoon. Met kerst omarm ik dat ook. En in het rood. Yes baby. Dus die 3 keer. Gewoon om ook vanaf buiten. Want ik vind niks leukers. Ik heb ook al van die lichtjes langs mijn balkon aan de voorkant. Dat je gewoon naar buiten kijkt. Dat je overal die lichtjes ziet. Dat is gewoon zo perfect kerst. Ik weet niet meer waar ik verder moet kijken. Want het zijn zoveel spullen. Dan heb ik voor mijn lieftallige vriend Palmolive Naturals Hydra Balance Shampoo 2-in-1. Want ik heb zelf een best wel dure shampoo. Daar heb je misschien pas de video over gezien. En hij heeft van zichzelf perfect dik krullend haar. Dus hij hoeft mijn dure shampoo helemaal niet te gebruiken. Dus ik zei, weet je wat ik doe? Ik koop voor jou wel even gewoon normale shampoo. Ik ben eens keren patta, you know. Dan heb ik voor in de auto anti-fog spray. Want aan de binnenkant beslaat mijn auto echt heel erg. En dit is dus een spray die, die kun je gebruiken op het moment dat het zo is. Maar het zorgt er ook voor dat het minder erg wordt. Je moet het wel af en toe herhalen. En daar heb ik een spons bij, want dat leek me handig. En deze stond een glazen plaatje op. Dus ik dacht, ja jongen, vast bij elkaar. Ze lagen ook naast elkaar, dus vandaar. Maar ik vind echt dus niets gevaarlijkers dan rijden met een beslagen ruit. En wachten tot hij niet meer beslagen is, is zonde van je tijd. Dan meer kaarsen, maar gewoon een lange kaarsje dit keer. Ik heb alle prijzen in de beschrijving staan. Schuursponsen had ik gewoon nodig. Dan kaarsen. Deze is ook heel pretty. Deze hebben ze ook in het groen. Die heb je in de vlog kunnen zien. En die geeft zo mooi licht. Want die is dus nu leeg. En daar heb ik dus een andere kaars in gezet. En die geeft echt van dat sfeerlicht. Dat maakt het gewoon heel gezellig. En toen dacht ik, nou, die wil ik ook nog in die andere print. En die heeft volgens mij uit mijn hoofd maar 2 euro. Dan voor mijn lieve tallige tijger. Die is nogal druk met alles in huis jatten en meespelen. Dus ik dacht, laat ik eens een keer iets kopen wat voor bedoeld is. Nou zul je zien dat hij niet gaat gebruiken. Meer daarover in de vlog. Dan, laten we even deze kant doen. Want ik ben een beetje aan het verzuipen tussen spullen. Dit. Is die verkeerd om? Nee.
Ik heb dus een fotoshoot gedaan met Rodrigo. Die foto's heb je kunnen zien. En misschien is het ergens best wel een beetje cringy. Ik vind het best wel cringy omdat het echt van die perfecte stelletjesfoto's zijn. Het is nog net niet op het strand in Turkije, weet je wel. Maar uiteindelijk, als het foto's van jou en je liefde zijn, dan vind je het ook gewoon heel leuk. En toen dacht ik, dan wil ik het ook ergens neerzetten. Dus ik dacht, we gaan all the way. Ik heb een collage en daar staat ook heel romantisch You and Me. En hier zitten zelfs nog lichtballetjes. Dus ja, ik ga ervan uit dat er dan ergens batterijen in moeten. Nou ja, het zijn 5 foto's. Wel allemaal liggend, zie ik nu. Ik had al foto's afgedrukt. Maar ja, maakt niet uit. Dat anders dan doen we het later nog een keer. En deze hadden ze ook nog in het goud en in het wit. Maar het is wel, het is gewoon lekker cringy, lekker fout. Maar weet je, we zijn gelukkig samen. Dus so be it. Dan deze. Dit is een gouden spiegel. Kijk naar jezelf. Yay. En die heeft dus van die diamantjes erin. En die wil ik eigenlijk hier op de kledingkamer gaan neerzetten ter decoratie. Want ik vind het hier nog best wel cool en ja, ik weet niet. Het is nog niet vol. Dus daar liep ik langs en dacht ik, yes, dit is it. Dan gaan we weer eventjes naar deze kant. Ik neem hem op schoot. Nou, dit is niet zo boeiend. Het is gewoon een afwasborstel. Die had ik gewoon nodig. Oh, dit is ook wel mooi. Ik vertelde in de vlog dat ik naar castorolie op zoek was. Omdat ik dus de laatste tijd heel erg het idee had dat mijn wimpers slechter werden. En ik zag heel veel tips over castorolie. En toen dacht ik, nou. En ik had het dus al bijna bij de tuinen gekocht voor 10 euro. En toen dacht ik, ja. Daar kwam ik weer hoor. Daar kwam echt gewoon de kniepert in mij. Ik kwam weer omhoog. Ik dacht, ik ga toch geen 10 euro betalen voor een beetje freaking olie. Doe me goed ook. Want daarna liep ik naar de Action en daar was hij maar 2,50. En het is 100% natuurlijk. Dus dat ga ik even proberen. Kijken of mijn wimpertjes er een beetje blij van worden. Bison kit voor mijn schoenen. Als je mijn vlog zou gezien, mijn zool zit los. Dus ik wilde Bison kit proberen. Daar kreeg ik een tip over. Omdat je nooit genoeg kaarsen in je leven hebt. Ook nog vanille geurende kaarsen. Voor de... Voor de man. Gelukkig heb ik hem 2 keer. Dus ik kan die andere gewoon laten liggen. Axe 48 Hour Trans. Anti-transparant. Dit is eigenlijk ook zo'n standaard aankoop die ik doe. Gewoon. Ik heb wel altijd een hervul ding gekocht. Maar dat werkt dus helemaal niet. Want hij spuit. Dat klinkt heel vies. Hij spuit het gas. Dus zeg maar er niet in, maar ernaast. Weet je? Dus daar heb je helemaal niks aan. Dan heb ik hier nog een fruitmand. En die had ik gewoon nog niet in mijn leven. En die had ik nodig. En deze is Industrial Fruit Basket. Dus en ja, het is weer zwart hè. Dus eigenlijk alles wat je aan interieurdingen bij mij ziet is zwart of goud. Dan hier nog. Dan is die in ieder geval leeg. Heb ik deze mooie, prachtige, fantastische vuilniszakken. Hoef ik ook niets meer over te zeggen. 30 liter. Dit zijn 3 liter zakjes. Die ik eigenlijk ook gewoon een beetje als boterhamzakjes gebruik. Alleen ze zijn net even lekker wat groter. Dus je kan er wat meer kwijt. En dat vind ik altijd toch ook wel relaxed. Dan heb ik hier nog. Even kijken hoe ik daarbij kom. Dit is toch echt. Dit is weer een typisch geval van. Ik wilde niet te veel kopen. Is helaas niet gelukt. Deze tafel. En die is zwart. En het is dus een spiegeltafel. En juist omdat ik nu momenteel zo'n verslaving heb aan kaarsen. Als je daar dus kaars op zet, dan gaat die weer spiegelen. En dan krijg je dus nog meer warmtelicht. Nou jongens, ik zag dit voor me. Ik wilde het. En hij heeft ook nog eens een glitterende rand. Oeh, mijn schoenencollectie. Kijk, ik krijg er gratis bij, weet je. Dus, en ik denk dat ik hem naast de bank ga zetten. Want ik heb dus naast de bank, er staat een lamp. Ik weet niet, als je mijn vlogs kijkt, heb je dat wel eens gezien. En daar is een soort van open ruimte nog. En je merkt dus, als ik mijn drinken ergens neer wil zetten, zet ik het op die rand. Of mijn iets onhandige vriend doet dat. En dan ligt hij dus heel snel op de grond. Dus ik dacht, als ik daar een tafeltje naast zet, kunnen we dat gewoon gebruiken. En dat lijkt me voor de hele wereld gewoon net eventjes een stukje beter. Nou, dat was het. Of ik ben er gewoon heel snel doorheen geraust. Ja, want ik zit wel echt bezaaid onder de spullen. Dus dit was gewoon heel veel spullen in zo min mogelijk tijd. Lekker productief weer. Ben je benieuwd wat ik er allemaal mee ga doen? Volgende week zie je het in de vlog. Dan waar ik het ga neerzetten en plaatsen en doen. En of het eigenlijk bal leuk vindt. Want daar ben ik echt heel erg nieuwsgierig naar. Waarschijnlijk niet.
Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik je weer bij de volgende video.